Ik heb deze plek in mijn GPS gezet als bushcraft beschut. Gewoon bushcraft beschut. En dat is het ook wel. Kijk rondom ons heen. Maar nu, de bovenkant. Helemaal gesloten. Wow, jongens. Dit is te gek voor woorden. Dit hier is officieel onze plek waar we zitten. We moeten nog wat kleine losse takjes die hier los liggen. Ja, deze. Kijk, die moeten we nog even verwijderen, dat dode spul. Dat doen we eventjes hierheen. Dan maken we het nog beschutter. Zo. Kijk, dit is gewoon spul wat nog gewoon goed is. Dus dat doen we eventjes hier recht tegenaan zetten. En dan zie je heel duidelijk dat we hier, als we dit opzij hebben gedaan, dat we ook... Kijk, dat is ook allemaal doodspul. Dat we gewoon toch midden in het bos toch een mooie plek kunnen creëren om te bivakkeren. Kijk, dit losse stukje hout ook nog weg. En dan zie je heel duidelijk dat je zelfs midden diep in het bos toch nog heel snel in een paar seconden tijd een mooie open plek kan creëren. Terwijl je toch heel goed stelt en beschut zit. Met heel mooi apart zonlicht tussen de bomen door. Die wordt later ook groter, dus dat is weer meer beschutting voor ons. Maar hier heb je een redelijke dikke jongen. Dus dat is ook wel mooi. Het is alleen jammer dat er geen twee van deze dikke hier zijn. Dan hadden we onze hangmat tussen kunnen spannen. Even kijken of we iets kunnen vinden. Nee, dat wordt hem dus niet. Kijk, ik zou hem hier ook om al die bomen kunnen doen. En dan hierheen spannen. En dan dit een beetje wegbuigen, zeg maar. We zullen eens even kijken. Misschien dat we zo dadelijk nog heel iets verder die kant heen gaan. Of daar gaan kijken. Misschien dat daar wel een mooie plek is. Deze heb ik sowieso in de GPS gezet. Dus deze hou ik, deze plek. Kijk, je ziet wel heel duidelijk dat er boompjes zijn, maar die staan weer te dicht bij elkaar. Wow, jongens. Kijk eens even naar deze mega plek waar we nu zijn. Jongens, en kijk eens eventjes, als ik de camera laag bij de grond zet, wat je ziet. Heel mooi. Jongens, nu wordt het opeens donker. De zon trekt weg. Ja, nou komt de zon er weer. Kijk, en dan zie je zo'n hele mooie rand. Zie je dat? Dat hele gesloten, dat vind ik wel wat. En je hoort continu de wind door de bomen waaien. Kijk, nu verandert het. Zie dat? Nu is de zon opeens weg. Nu komt hij weer. Zie dat? Kijk, jongens, kijk eens naar die verandering. In een seconde tijd. Dit is zo mooi. Dit is onze plek hier. Heel, hele gave locatie, jongens. Ik hoop nog heel veel van dit soort plekken te vinden. Ik hoop echt nog een keer een plek te vinden die gewoon er zo uitziet. Waar je echt gewoon meer dan een kilometer moet lopen door dit soort jungle. En dat je dan opeens een soort van grote open plek vindt waar je dan kan verblijven. Van ongeveer 8 bij 10 meter maximum. Dat is groot zat, maar dat moet die helemaal vlak zijn. En daar helemaal rondomheen echt strak dicht bos. Daar ben ik al heel lang naar op zoek, maar heb ik nog steeds niet kunnen vinden. Maar we doen ons best.